De dinsdag. Zo en het blijft maar mooi weer. Hè. Dat is toch niet te geloven? Ik Die heb dit weekend echt... op het terras gezeten, weet je dat? Gewoon buiten. Het voelde gewoon als zomer, inderdaad. Ja. 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 Waar was de? dat? Amsterdam. Was een, dat was onder jouw woning. Maar goed, nu wordt het allemaal weer te privé. Over privé gesproken. Wat een brug Marike Elsinga is bevallen. Ja, ja. Wat, en, en, en wat heeft ze dat goed geheim gehouden voor haar collega's van Boulevard? Of zou het een <laughs> deeltje geweest? Afgelopen woensdag al is, uh, is hij geboren Jip. Ja. En, uh, nou, het was toch een heel verhaal. Zeg, zeg, je moet hier ongeveer langs gereden hebben over de A10, ja. de ring van Amsterdam, toen zij weeën kreeg, naar het ziekenhuis moest en alsnog daar moest bevallen, wat ze eigenlijk thuis had willen doen. Maar ja, het is allemaal goed gegaan. Dat is het voornaamste. En ze heeft er een paar dagen in alle stilte van kunnen genieten. Dus uh, van harte gefeliciteerd. Ja, ja, en, het schijnt... en veel geluk. En veel geluk. Wij zijn twee mannen. Wij hebben hier helemaal geen ervaring mee. Maar het schijnt dat je ook op een gegeven moment kraamtranen krijgt. En daar vertelden ze vanochtend even over. Ik heb Gisteravond had ik kraamtranen gehad. Het was dus dag zes en ik was uiteindelijk gisteravond echt door mij aan het janken. Want kijk, je bent natuurlijk elke drie uur wakker, want hij moet eten, drinken en al dat soort dingen. Dus ik ben ook een de melkfabriek. Dus gisteravond was hier één groot tranendal. Maar van geluk. De grote vraag is natuurlijk wel: blijft zij die ochtendshow vier dagen in de week doen? Nou, als het toch al wakker wordt elke drie uur, dan, ja. dan, dan, dan lijkt me dat alleen maar makkelijker worden. Ja, ja, nee, dat zal ook van de mannen vangen en hoe ze dat geregeld hebben en gedacht nee. hebben dat te gaan doen. Maar ja, het is wel een succes. Dus Ik zou dat als ik haar was wel even vasthouden. Ja, een bevalling schijnt natuurlijk heel veel pijn te doen. Maar een wortelkanaalbehandeling, even. Heb je dat ooit gehad? Dat is ook ja. pijnlijk, hè? Ja, en toen kreeg de kaakchirurg ook nog ruzie met zijn assistente. Ja. Want die had zo'n kap opgezet. En die tandarts zegt, je lijkt wel... Uh, of ik voel me net dat nou in dat veld zei die vrouw. Nou, zegt die tandarts, die was wel wat knapper. Dus die begonnen daar helemaal te bakkeleien met ik mijn bek open. En... Maar er is dus één ding waar Linda de Mol minder zin in heeft dan een wortelkanaalbehandeling. Ja, dus terwijl het vorig jaar nog zo'n feest was. Ik kan me dat wel voorstellen. En ik denk ook dat Linda met dit soort verhalen... veel meer begrip kweekt voor de situatie... dan met het uh, om zich heen slaan wat ze eerder gedaan heeft dit jaar. En als je gewoon, gewoon zegt... als je nou terugdenkt aan kerst 2000. 21. Ja. Toen had ik een prachtig huis, een leuke man, succes in mijn carrière. En alles was fijn. En wie kon er wat maken? En de eerste week van januari was dat allemaal anders. En als je dat zo uitlegt, dan denk je, ja mensen, je hebt toch echt wel het een en ander voor de kiezer gehad dit jaar. Je hele wereld is ingestort. Een man die zo onder vuur kwam te liggen, die weg is, die, die alleen nog een keer bij therapie gezien hebt. En, en ja, je leven staat op. Je komt door heel andere ogen bekeken door iedereen, terwijl je zelf niks gedaan hebt. Ja. Dat vind ik wel hard. En ik kan me voorstellen dat als je dat zo onder woorden brengt, dat je dat echt diep meent. En, en ook zo voelt. En aan de andere kant, ja, het zijn maar twee dagen. Dus ja, ze zal er heus wel doorheen komen met goede vrienden, vriendinnen en, en alles wat er heen zit. Ja. Maar het is, uh, ja, het, het, het is een hard gelach. Daar kan ik me echt iets bij voorstellen. En iedereen kan wel heel makkelijk zeggen, ja, die Linda de Mol, alles. Maar ja, het, ze heeft ook heel veel te verliezen. En ze heeft heel veel verloren dit jaar. Ja, ze kijkt het minst uit naar dat moment op 31 december, 12 uur. Normaal gesproken stond ze natuurlijk uitgebreid te kussen met Jeroen om het nieuwe jaar in te luiden. Ja. En nu vraagt ze om de partners van haar kinderen om, om, om samen een groepzuk te gegeven. Nou, het ja. wordt vast een geweldige avond. Je ja. kan ook zeggen, he, he, dat jaar zit erop. Ja. En dan moet je maar hopen dat het volgend jaar beter gaat. En ergens moet er toch schot zitten in die zaak. En op een gegeven moment kan ze het achter de laten. En dat moet je dan op oudejaarsavond ook maar realiseren. Maar is het raar als ik even aan je vraag? Maar hoe moet dit dan voor Jeroen zijn en voor al die andere hoofdrolspelers in de voorstel? Die moeten toch op 31 december ook denken van: Godverdomme, wat was dit voor? Raar. Ja, maar heel gek. daar hebben we een stuk minder <laughs> een stuk minder medelijden nee. mee ook. Ja, nee, nee dat ja. zoekt hij wel lekker uit hoe hij dat gaat doen. Hij, hij voelt zich de koning van het gooi. Ja. Als je ziet wat hij aangerecht heeft in die familie, dat is uh, dat is uh, heel veel. En uh, de, nou, dat we gaan maar op die blaren zitten, hoor. Ja, voor Lil kleine en Jamie Vaas is het op zijn zachtst gezegd ook niet echt Een heel uh, lekker jaar, gisteren natuurlijk, die rechtszaak. Toen... Ja, we hadden ja. gisteren al over de, de blender en de, en de maar het is toch wel een gênante vertoning dat je daar een rechter moet gaan lastigvallen over een broodrooster en een blender. En, ja. en het zou gaan over tonnen en horloges. en het draait uit op, op, op zo'n kinderachtige toestand dat Ik denk als rechter, je heb ik hier nou zes jaar voor zitten studeren. Ja, huh? ja, dan moet je toch ook denken: waar ben ik mee bezig? <laughs> ja, nou ja, ik vond wel, ik vond Lil Kleiner dat toch uiteindelijk sympathieker uitkomen dan Jamie en dat zat in op, ja. Dat zat er met name in het feit dat zij op een gegeven moment uh, een zonnebril droeg terwijl ze iedereen te woord stond. Zat overigens ook een hele dikke wang. Dus mensen vragen zich op het internet af: van, joh, was er niet iets anders met Jamie Vaas uh, aan de hand? Ik heb geen idee. Zij wilde ja. in beeld, zij wilde dat het de zaak openbaar was en dit maakt. Ze ervan. En ja, dan, dan kan ik me ook voorstellen, als hij zegt: van um, je mag alles houden als ik mijn kind maar mag zien, dat je dat niet in een half uur op de gang van de rechtbank gaat, gaat regelen. Maar het zou wel de oplossing kunnen zijn voor het hele probleem. Het kan zomaar zijn dat ze er binnen nu en een week uit zijn en dan ziet hij zijn kind weer en dan uh, ja, die advocaten gaan met elkaar in gesprek en dan mag zij de, alle, mag zij de broodrooster houden. Ja, wie uh, trouwens na een hele korte relatie uit elkaar zijn gegaan zijn uh, Andrea Hazes en Sarah Sala. Ja, het was één keer met je ogen knipperen en de relatie was overuit. Ja, we hebben nooit geweten wat dat nou. Eigenlijk voorgesteld heeft hoe, hoe innig dat was, maar toch was dat volgens haar wel heel innig. Zij heeft dat gisteren verteld aan Shownieuws, een redactrice die er uitgebreid aan de lijn had. En uh, ja, dat, dat zij zegt: Van ja, ik, ik, we zouden zelfs gaan trouwen in december. Zou hij me vragen van tevoren? Zou hij naar mijn moeder gaan om, om mijn om hand te vragen? Uh, ja. we, we zouden samen in Wildnis gaan wonen. Dat toen was er al sprake van het huis waar, waar, die, waar die nu inderdaad gaat zitten, dus ja. En ja, dat gaat toch allemaal iets verder dan een relatie van een paar weken. Het zou een paar maanden hebben geduurd. Hoe lang, dat weet ze precies ook niet. Wanneer het nou sprake was van een relatie en ook wanneer het weer over was. En ze zei dat ze in goede harmonie uit elkaar gegaan zijn, omdat bij hem de stress weer begon. Eigenlijk na de première van, van de, van de docu-shoop. En uh, ja, dat ze niet helemaal in goede harmonie uit elkaar gegaan zijn, dat blijkt er wel uit dat hij gisteren toen hij hoorde dat zij met Show News had gepraat, hem meteen ontvolgd heeft op Instagram. Dus ja, nee, dat is wel ook wel voor goed voorbij en uh, over. Maar wat zegt dit? Over André, dat hij al zo snel op de knieën wilde gaan voor haar. Dat, dat, is toch, dat doe je in een normale relatie, doe je dat toch niet? Dan ga je toch eerst elkaar ontdekken. Als je niet eens weet of je wel een relatie hebt, dan ga je toch niet meteen al. Ik, ja. Nee, hij is een serieproposer, ja. uh, uh, lijkt het wel. Ja. Dus. <hijf> maar toch even, ik wil even een, tot slot, een serieus punt aankaarten. Want ik volg hem natuurlijk ook op social media en wie die allemaal volgt en zo, dat zie ik niet. Maar ik zie wel. Dat hij de laatste tijd wel heel vrolijk is. En dan vraag ik me af: gaat het daadwerkelijk wel zo goed met hem? Of wil hij voor de buitenwereld nu weer laten zien dat alles zo koek en is? Nee, ik denk dat hij nog steeds wel wat issues heeft. En dat, dat is niet ineens voorbij. En wat Sara ook zei, is dat hij terug moest naar Spanje om nog een herhaling, opfriscursus te doen. Oh. Om, uh, en dat heeft hij nog niet gedaan. Ja. Dat weten wij niet of dat zo is, maar dat, dat zei zij. En uh, ja, ik denk ook dat je daar niet één op één of vanaf bent. En dat je gewoon. Ja, daarmee moet leven en dat gevaar altijd op de hoek. Ja, om de hoek ligt. Loert. En, en altijd wel ruzie met iemand, nu weer met Rachel waarschijnlijk. En zo. Ja, maar ook ja. met zijn band valt uit ook, tenminste. Die, die gaat met uh, Mart Hoogkamer verder. Zijn producer zit er maar te wachten tot hij eindelijk weer zo wat gaat doen. En zo. En het, 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 hij vergt wel heel veel van alles en iedereen, met zijn issues. Dus ik denk niet dat, dat die vrolijke foto's inderdaad al wel eens op kunnen. Van Beatrix werd altijd gezegd, hoe meer hoofdpijn ze had, hoe harder ze lachte. Ja. En ik vrees dat dat bij anderen ook een beetje het geval is. Dat, dat die voor de buitenwereld doet of het heel goed gaat. Maar ik... Ik zou hem zo graag als een. gewoon oh, zeggen: jongen, Nederland houdt van je. Als je gaat zingen, dan, dan staat iedereen weer in de rij. En doe dat. Laten we hopen dat het morgen weer een stukje beter met hem gaat. Op de dag dat wij er weer zijn, op privé in het Met een nieuwe editie. En, uh, nou ja, en, en wij zien elkaar ook weer morgen. Tot dan.